Ja, ik ga dus nu weer even sinds lange tijd ga ik weer rijden. Kijk, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze. Ja, en wat zijn de bijwerkingen? Hoe gaat het nu met mij na de eerste week chemotabletten? Zo, mijn taxi is er ook. Is mooi. Vorige keer dat we hier waren, hebben we dus heel ons idee van de wc veranderd. En zijn we dus op... Want ja, dan hebben we zeker weten genoeg. Dus ik ga eens even kijken hoe het er allemaal uitziet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. We zijn weer lekker aan het klussen. Ik heb alles afgetrokken. Als een idioot. Even afwachten of dat de buren niet psychologische hulp hebben ingeschakeld voor mij. En René en Els zijn inmiddels begonnen met het opruimen van het puin. Kijk. Hoppakee, kijk. Een beetje kleiner maken. En dan, dan moet de vloer er nog uit. Dus dan gaan we beetje bij beetje weer verder. En ik ga nog eventjes iets lekkers koken voor ons. Zometeen komt Jesse weer thuis en dan heeft hij altijd honger, dus ik heb lekker aardappeltjes opstaan en zo even lekker zo omgooien, heerlijk, lekker bakken, lekker en kippetjes in de oven en dan doen we straks nog wat meloen erbij en dan hebben we weer een heerlijke maaltijd voor vanavond. Nou, we zitten lekker in de auto, ik heb net gedoucht, want al dat wol. Glaswol. Ja. Glaswol, ik weet niet, ik voel het allemaal prikken op mijn gezicht en oh, ik ben helemaal gek. Nee, dus, daar hoeft alleen de vloer nog uit. Ja. En dan kunnen we morgen waarschijnlijk al de nieuwe vloer en de wanden gaan kopen. Ja, dat zou mooi zijn. We zijn nu onderweg naar. Oh, ja, dat is ook leuk. Morgen krijg ik nieuw. Sorry. Morgen krijg ik nieuwe kleding. ASOS. Jee. Nou. En je hebt een nieuwe accu besteld voor de auto. Ja. Yay. En je hebt een nieuwe auto besteld voor. Ja. Of, nieuwe auto. Je hebt een nieuwe accu besteld voor Jesse Silver's auto. Ja. Ja, want die stond nogal lang in de. Ja. Nou twijfel ik, want net deed hij het dus. Ja, maar hij deed het ook wel. Nee, op een gegeven moment. Maar dan, hij ging heel langzaam. Ja, omdat dan de accu bijna leeg was. Maar we waren de oplader kwijt. En je hebt drie standen. Maar we waren de oplader kwijt inderdaad. En ik weet niet of ik nu de juiste heb gevonden. Aan de andere kant kun je zeggen, laten we het maar gewoon binnenkomen. Ja, precies. En dan hebben we in ieder geval een goede accu en een goede acculader. Ja, precies. Nou, we zijn nu onderweg naar Zoetermeer. Naar onze motor guy. Die heeft weer mijn motor eventjes goed nagekeken. Nou, alleen de koplamp was kapot geloof ik, hè? Ja, koplamp en een beurtje gewoon. Even alles weer doorgesmeerd. En hij heeft hem een beetje gepoetst, maar hij zegt ik ga er niet heel veel tijd aan verspillen, want hij staat nu nog buiten. Ja. Straks als hij binnen staat, dan wil hij ons even helpen om het een en ander mooi op te poetsen. En eventueel wat onderdeeltjes te vervangen, omdat die wel zo diep geroest zijn, die ga je gewoon niet meer mooi krijgen. Nee. Dus ja, het is gewoon voor het oog en voor het rijplezier wel leuk om te doen. En dan hopelijk binnen afzienbare tijd dat ik ook weer kan kijken voor een leuke motor. Maar dat is geen prio. Ja, ik ga dus nu weer even sinds lange tijd ga ik weer rijden. En ik heb me in mijn pak gewurmd. Ik heb dus een verkeerde. Even kijken. Ik heb dus deze broek aan. Kijk, en daar zit bescherming in. En ik heb nu even mijn... ja, wat zijn het? Regenlaarzen aangedaan. Die zijn wel, als het goed is, wat warmer. Ja. En ik heb me dus in mijn jas gewurmd. En nou, hij past nog maar net, jongens. Kijk, met één hand krijg ik hem dus niet dicht. Die andere tieten, die kon ik nog een beetje indrukken. Deze dus niet. Maar dan kom ik gelijk bij het tweede voordeel aan neptieten. Je hebt altijd twee airbags. Nou, een airbag vangt de klap op. Als je niet uitkijkt, geeft deze je een klap.
dat is wel een aardig verschilletje, moet ik toch wel eventjes vermelden. Ja, met één ding krijg ik hem dus gewoon niet dicht. Nee, het idee is leuk. Maar het is, misschien moet ik toch tegen de tijd maar even kijken voor een nieuwe jas. En... Zit hij met zijn koffie, maloot? Maar ik weet nou, wanneer ik rem. En ik heb dus even mijn body warmer eroverheen. Want het is niet meer zo heel warm. En dan heb ik ook een lekker warm hoofdje. En ik heb deze helm. I love it. Ik heb er ook eentje die helemaal dicht kan. Maar ik op een of andere manier vind ik dat zo opgesloten. Ik weet niet, ik vind dat niet prettig. Ik kan ook niet zo goed, dan moet ik echt wel helemaal om mezelf heen. Om er omheen te kijken en zo. En als ik dat ding op mijn hoofd heb, dan zit ik zo. Zo charming. Ik moet zitten denken, als we nou een keer een lekker ritje willen maken voor de zomer, kunnen we ook gewoon een motortje huren voor één dag. Dan kunnen we in ieder geval met z'n tweeën rijden. Dat kan ook. Nou, gelijk bijzondere verrichting. De motor is niet het enige die toe is aan een kleine beurt. Hoezo? Die camera ook. Ja. Je merkt het schroefdraad is een beetje lam. En er is van het weekend wat bier overheen gegaan. Dus het lens. Nee. Die rijdt gelijk door ook. Oké, doei! Oh, top. Ik hoop dat ze weet hoe ze moet rijden. Ik denk, die wacht nog wel even. Nou, ik hoop dat ik René thuis zie. En anders dan bellen we ze wel. SOS-signalen langs de snelweg. Oh, ze komt nog terug. Ze doet even een proefritje. Ja, ga je hem kopen? Ja, doe maar. De... Ik zeg tegen hem, ik zeg, oh, ze rijdt gelijk weg. Oké. Okay. Ja, lekker? Ja. Goed. Hij blijft mooi. Ja, straks gaan we hem een keer goed poetsen. Nee? Maar het staat je nog steeds heel goed, baby. Wel minimaal een duimpje zo. Mini duimpje? Oh ja. Zo'n stompje. Kijk, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze, daar komt ze. Hey! Hey! Oude motormuis! Gaat die lekker dan? Ritje weer overleefd op de motor. Was super fijn. Voelt altijd toch een beetje zoals vrijheid of zo. Heel gek is dat. Ik ben er ondertussen bezig om mijn pillen weer te ordenen. En hiernaast liggen dus alle lege chemo tabletjes. Of hoe zeg je dat? Verpakkingen. Zijn er nogal wat. Dit is de tweede week die ik inga en na week 2 dan heb ik een weekje rust. Ja, en wat zijn de bijwerkingen? Hoe gaat het nu met mij na de eerste week chemotabletten? Eigenlijk heel goed. Ik moet je zeggen dat ik de eerste 2-3 dagen had ik ineens wat steken in mijn zij. Vooral eind van de middag, 's avonds. Maar daarna eigenlijk niet meer. Dus ik gok dat dat ook gewoon toeval is geweest. En ik kreeg wat prikkeltjes in mijn vingers. Dus ik dacht, oh nee, ik ga toch niet nu neuropathische klachten krijgen. Zoals ze ook aangeven bij de paclitaxel chemo-infusen. Dus ja, dat waren wel dingen die ik gelijk eventjes voor de zekerheid heb aangegeven bij de verpleegkundige specialist. Nou, zij vonden het niet iets om zich nu al zorgen over te maken. Dus als het erger werd, moest ik aan de bel trekken. En ja, dat was dus niet. Die steken in mijn zij zijn weggebleven. En ik moet eigenlijk zeggen dat de prikkeltjes in mijn vingers en voeten zijn ook weggebleven. Ik had
volgens mij de eerste nacht nadat ik die tabletten had ingenomen, had ik heel erg, ja, 's nachts werd ik wakker van ja, prikken in mijn voet. Ik kan het niet goed uitleggen. Toen dacht ik, oké, probeer er niet op te focussen en val in slaap. Nou, dat is gelukkig gelukt. En dat heb ik daarna ook niet meer gehad. En eigenlijk heb ik gemerkt met alles wat ik slik en binnenkrijg, whatever, dat mijn lichaam altijd even moet acclimatiseren. Je moet altijd eventjes eraan wennen. En daarna gaat het eigenlijk heel goed. Dus ik ben ook niet misselijk. Dus die pilletjes zitten er nog netjes in. Die heb ik dus niet gebruikt. Dus ik ben heel blij. Ik heb ook nog geen last van mijn handen en voeten. Dus ik blijf gewoon ondertussen goed smeren. En dan hoop ik dat het allemaal zo blijft. Dus daar ben ik heel blij mee. En we gaan gewoon vrolijk verder. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mijn moeder die is alle vuilniszakken die we gisteren hebben gevuld weg aan het brengen. Nou, dat waren er echt heel veel. En nu gaan we de spijkertjes eraf halen. Wat is het? Nee, ja, ik zit denk, ze wilden ze wegbrengen. Oh ja, dan kunnen ze niet gebruiken. Dat is jammer. Zo, jij bent ver. Ja. Vloer is eruit. En nou, muren zijn eraf. Even googlen. Hoe monteer ik een vloer? Ja. Komt vast goed. Nou, koken. Ik heb honger. Yes. Goedemorgen! We zijn gezellig op pad met de oma's en we zijn bij Bauhaus. Bauhaus, ja! Want we gaan door met... Zo, mijn taxi is er ook. Is mooi. Ik laat lekker zitten. We gaan even spullen shoppen voor het kamertje van mijn moeder. Zodat we die af kunnen maken voordat we weggaan. Tuinkamer. Stadstuin. Ja, dat kan ook. Een lijfbootje. In een paar stappen, hè? Oh, die is huur. Het is hier heel groot. Mooi, hè? En ook een stuk rustiger. Dus dat is maar wel die fijn. Vorige keer dat we hier waren, hebben we dus heel ons idee van de wc veranderd. En zijn we dus op deze tegel gekomen. Die willen we dan voor de helft en dan naar boven een gaaf behang. En we wilden eigenlijk baksteen in ons keuken, zeg maar, waar het raampje zit. Maar daar kwam Sergio met het idee om dan deze te doen. Dus waar eigenlijk onze koffiecorner gaat komen. Dus dan hebben we een deel van deze stenen tegeltjes op de muur. Ja. Zo kan je dus naar een bouwmarkt gaan en ineens een heel compleet ander idee hebben. Dus, we hebben een lasdoosje. We hebben stroomkabels. Happy even. Dit is hier geen speeltuin, hè? Oh, nou, ik denk... Mevrouw? Hangt hier vol met camera's. Ja, dan komen ze ons eruit zetten. Zo één keer per dag kijken ze de ding na. Hij heeft ook een keer een lolletje. Els, goed geslaagd, hè? Heel erg goed geslaagd. Ja. Ik heb allemaal dingen gekocht die ik niet wist dat ik ze ging kopen. Ja, dat is altijd, hè? En die gaan we pas dadelijk pakken. Ja. Dat is altijd. Ja. Is dit gewoon voor de fun, dat de ene gewoon geel is, deze voor de Hagenese. Deze is voor de Smurfen. Dat is aardig goed. 10 punten. Well, when I woke up, she was looking at me. Told me I've been cheating on her. Her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind in any way.
feel if I only heard, I couldn't stay the same, so I stopped going out on Friday night. Yes, hartstikke bedankt. Hey, Davide. Vertel mij, wanneer komen die binnen? Martedì. Oh, martedì. Ja. Oh, oké. Geen idee. Oké. Een hele goede morgen. Ik krijg zojuist ineens een pakketje binnen, onverwachts. En daar staat op dat het van Shari is. En ik weet wat ik de vorige keer van haar heb gekregen. En dat is niet goed voor onze lijn, kan ik je vertellen. Maar wel ontzettend lekker. Dus ik ga eens even kijken. Oh. Ja. Oeh, heerlijk. Lieve René, even wat lekkers voor een powervrouw. Kusjes, Shari. Oh. Zo lief, dankjewel. Echt heel lekker. Shari is een vriendinnetje van mij van de middelbare school. En wij hebben samen ook op steldansen gezeten. Althans, we hebben samen gedanst. Vrij dansen. Ja, was een leuke tijd. Super bedankt, lieverd. Mwah. Het is ook vandaag weer lekker weer. En Sergio die heeft dadelijk een nachtdienst. Maar dat betekent wel dat hij overdag een beetje vrij is. Dus wij hebben bedacht om dadelijk gewoon even lekker te gaan zwemmen met Jesse Silver. Duinrel vonden we een beetje te gortig. Aangezien we niet te laat kunnen, dus ook niet gebruik kunnen maken van het attractiepark. Dus we gaan naar de Boetselaar. En is een tijd terug is die afgebrand. Dus hij zou nu helemaal opnieuw opgebouwd moeten zijn. Ik ben er al een hele tijd niet geweest, dus ik ben benieuwd. Jesse doet even een slaapje. En ondertussen is Sergio bezig. Hey. Hallo. Nou, de verwarmingsbuizen en de waterleidingen verwijderd. Die liggen nu daar. Moet ik eventjes de juiste koppelingstukjes daar opzetten, zodat de waterleiding dicht is, dat er geen water meer uitkomt. En je moet er dus eventjes wat halen, zodat de pijpen goed kunnen veilen en dan dichten. Dan is dat weer gedaan. En jij wou nog de elektrische draden gaan trekken of? Nou ja, je moeder moet even bepalen inderdaad waar ze de nieuwe elektrische verwarming wil hangen. Daar was ik heel blij mee. En dan moet ik daar even een nieuw stopcontactje bij maken, inderdaad. Oké. Nou, super goed bezig, schat. En als het goed is, over een weekje ongeveer komen de platen en de vloeren binnen. Als het goed is, bellen ze dinsdag. Dan moeten we even daar naartoe om de flappen te tappen. Ja. En dan komen ze donderdag brengen. Ja. Bauhaus, dames en heren. Nee, het is geen reclame, maar voor drie tientjes. Dat is vast ook wel iets anders. Maar voor drie tientjes komen ze alles brengen. En het scheelde toch wel een hele hoop gezeik met de auto en moeilijk doen en zo. Ja. Dus dat hebben we maar gelijk gedaan. Oh ja, ik moet daar nog een PVC-bochtje vervangen van de afvoer. Want die is ook gescheurd. Oké. Okay. Dus goed bezig. We maken meters. Nou, ik ga even kijken wat ik aan kan. En nog aankrijg. Nou, jij niet alleen. Wat? Jij hoeft alleen maar een zwembroek aan. Ja, maar die zaten ook wel redelijk strak. Ja, met dat lekkers wat Shari heeft gebracht, wordt er niet beter op. Die sla ik even over. Maar dat mag ook wel, want de vorige keer heb ik hem bijna helemaal opgesnoed. Ja, dat klopt, ja. Ja, die was echt verschrikkelijk lekker. Nou, ik ga even kijken. Ik denk dat ik weer gewoon een badpak aandoe. Beetje met surfstof. Maakt niet uit wat je aan doet. It's all good, baby. Hey, liefie! Mama! Ja? Nou, dat is wel een beetje hoog voor jou. Je kan nog niet zwemmen. En nou, mama. Dat is leuk, hè? Ik wil ook. Ja. Wachten.
ja zeg. Ja. Kijk uit, verder, verder, verder. Ga maar. Ga maar. Nee, nee, nee. Rustig, naar het einde lopen. Naar het einde lopen. Durf je niet meer? Zo, we zijn weer aangekleed. Lekker naar huis. Jessie is kapot. Ja? Ja, dat merk je toch? Als ze zo druk wordt. Kom eens pakken. Alleen de prullenbak gooien. Weer lekker terug van het zwemmen. Oh, je gezicht gaat er altijd zo van trekken. Zo even lekker douchen. We hebben een leuk dekbedovertrek gekocht. En dat is flanelstof. En toen had ik zoiets van, ik wil eigenlijk even wat meer in huis hebben. Ook voor dadelijk in het nieuwe huis. Dus een beetje de kleuren die erbij gaan passen. Maar we hebben dadelijk natuurlijk ook nog een logeerkamer om te bekleden. Dus ik vond op een site wat leuke egale kleuren. Dus ik dacht, dat kan overal een beetje bij. En dan kan ik de rest van de kussens ook aanvullen met dezelfde kleuren wat hierin zit. En wat bij ons past. Want ja, wij hebben nogal wat kussens in bed. En ze hadden ook nog gelijk een deal dat als je boven een bepaald bedrag kwam, dat je dan nog eens 4 gratis kussens kreeg. Dus dat is helemaal mooi. Want ja, dan hebben we zeker weten genoeg. Dus ik ga eens even kijken hoe het er allemaal uitziet. Oh, ja. Oh. Oké. Okay. Dat zijn de kussens. Dan heb ik nog een flanellen dekbedovertrek roze. Dat past goed daarbij. En ook nog eens okergeel. En een beetje de mintkleur. Of het is mintkleur. Ja, dat zijn dan ook weer precies de kleuren die hierin terugkomen. En ook dadelijk in onze slaapkamer. En ik had nog 2 extra kussensetjes. Kussenslopen. Zodat ik die dadelijk daar ook bij toe kan voegen. Nou, ik denk dat ik er blij mee ben. Het is toch leuk als het er gewoon een beetje gezellig uitziet. Ik denk wel dat ik uiteindelijk ook nog echt zo'n sprei wil. Omdat het toch gewoon heel makkelijk is om die gewoon even over heel je bed te strijken. En dan ziet het er toch strak en opgeruimd uit. Terwijl het eronder niet zo heel strak hoeft te zijn. Ja, gaan we die erop doen? Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi kleurtje. Ja. Het is lekker. Lekker alles een beetje nieuw, toch? En dan vind ik het. Als je dan uitpakt en het voelt gewoon nieuw. En het is gewoon. Het is gewoon vers. Ja. Vers linnengoed. Vers van de pers. Over vers gesproken. Even een kleine shout-out naar de keuken van de Boetselaar. Het zwembad. Want ik vond het echt bovengemiddeld lekker gewoon. Ja. Ik was echt verrast. Maar is het echt gewoon dat je proeft dat het oud vet is en verlepte sla en dingen niet goed gebakken en zo. Maar ik had nu wel echt een lekkere uitsmijter met een lekker garnituurtje. Wat inderdaad op smaak was gebracht met een beetje peper en zout en een beetje dressing. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. En het eitje was goed gebakken en de kipnuggets waren goed gebakken. En ja, tosti zag er lekker uit. Dus ja. Die was ook heel goed, ja. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Ik ga lekker slapen. Dus ik gooi de luiken dicht. We gaan afsluiten voor nu. We wensen jullie weer een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan krijg je weer alles mee als wij het uploaden. En dan zien jullie heel graag tot de volgende keer. Welterusten. Tot de volgende keer.